MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. Vandaag zijn we bij de kerstborrel, zoals jullie zien. En we hebben de hele MVV-familie hebben gevraagd wat ze met kerst hebben gedaan en wat ze nog gaan doen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wat gaat u met kerstmis doen? Wat ga ik met kerstmis doen? Ik ga met mijn vrouw, dochter en vrienden, schoenmam, ouders, gaan we lekker gourmetten. Met kerst, zoals bijna iedereen, wordt een familieaangelegenheid en gaan we genieten van een culinair diner met z'n allen. Goh, wat ga ik met kerst doen? In ieder geval gezellig met de familie. Waarschijnlijk om de tafel zitten, lekker eten, wat spelletjes doen. Potje toep of zo. En gezellig hebben over vroeger. Nou, ik denk dat we met kerst in ieder geval een mooi moment is om even tot rust te komen. Gezellig met de familie en het kerstdiner. En op die manier heerlijk een paar rustige dagen door te brengen. Met kerstmis gewoon gezellig bij de familie thuis. Spelletjes doen, wat televisie kijken, wandelen, uitbuiken. Allemaal dat soort weinig spannende dingen allemaal. Ja. Ik ga gewoon genieten met de familie en vrienden. En dat is voor mij het belangrijkste. Gewoon de mensen om me heen. En gewoon genieten. Ik ga precies hetzelfde doen. Heerlijk gezellig met mijn kinderen, familie, familiair verband, met vrienden zelfs. En dat doen we de eerste en de tweede kerstdag. En daarna heel veel sporten. Ja, voor mij niet veel anders. Ik ga gewoon naar mijn familie in Arnhem. En dan ga ik daar tijd doorbrengen. Dus. Ik ga dat met mijn ouders vieren. Ja. En dan lekker eten en spelletjes doen, of wat ga je precies doen? Lekker eten en waarschijnlijk veel praten. En dan lekker wat eten, gezelligheid, potje kaarten. Potje kaarten, maar even lopen van mijn valspeulers. Nee, ja, de eerste kerstavond doen we meestal met mijn broer en met zijn kinderen. En eerste kerstdag met de andere familie en met opa en oma. Na de kerst heb ik de 200 van Drenthe op het programma staan. En dat, hoeveel kilometer is dat? Ja, als het 200 is, 200. Dat dacht ik, ja. Voor mij wordt het een rustige kerst, denk ik. Maar ja, we gaan er wel proberen iets moois van te maken. Ja. Oh, lekker eten, leuke avond hebben. Ja, meestal doen we wat spelletjes met familie en vrienden. Dus dat is altijd wel belangrijk, vind ik. Ik heb de 200 van Bunde op het programma staan. En wat betekent dat? 200 oliebollen. Oh. Heerlijk, heerlijk. Veel met familie. En okay. En lekker eten en gewoon een leuke gezellige avond hebben. Uit eten en gewoon thuis gezellig zitten. En, Oh, er staat hier iemand te filmen. Sammy, kom erbij. Kom maar erbij. Kom maar. Sammy, wat ga jij dit jaar met kerst doen? Ik ga met de familie naar Parijs. Oké. Okay. En dan lekker gewoon een hele leuke avond hebben, lekker eten. Ja, tuurlijk. Lekker eten, gewoon lekker gezellig met de familie. En wat staat er precies dan op het menu? Dat weten we niet, dat wordt een verrassing. Het wordt in ieder geval een hoogstaand culinair diner, dus we laten ons verrassen. Als we bij mijn ouders gaan aansluiten, dan komt er een vijfgangen diner op tafel. Ja, ik bemoei me daar nooit zoveel mee. Maar wat traditioneel bij mij altijd op menu heeft gestaan voor mijn moeder, dat was toch konijn, hè? Limburgs konijn. Veel Antilliaanse gerechten, denk ik, dus het zal zeker gaan smaken. Veel kip, denk ik. Mijn vrouw Iris en ik, wij hebben de afspraak, wij koken samen, dus ik weet het menu wat we gaan doen. Eerste kerstdag is het traditioneel met een carpaccio vooraf, knieën op het zoen, en daarna nog met limoncello een heerlijk aangerecht. Ik ga volgens mij naar een sushi restaurant de eerste kerstdag, dus dan gaan we daar eten. De tweede kerstdag heb ik eerlijk gezegd nog niet over nagedacht, dus dat moeten we nog even gaan invullen. Mijn vader doet het dessert en dan zijn zussen doen de andere gerechten. Ik zou begonnen weten, dat bemoei ik echt niet meer. Dat had ik aan de vrouw en de familie over. Ja, dat is een verrassing. Mijn moeder die maakt ieder jaar een verrassing, dus ik ben benieuwd. En dat is meestal wel een succes? Dat is meestal wel een succes, ja. Ze kan lekker koken, dus ik heb niet te klagen. Ze vragen wat we gaan eten met kerstmis. Ja. Even erbij komen, dame. Nou, deze week heb ik nog om te bedenken wat we gaan eten, dus het is nog niet bekend. Okay. En de voorgaande jaren was gewoon prima? Ja, tot nu toe wel. We zijn nog bij elkaar. Ja, dat is een verrassing, maar ik heb wel een idee. En dat is? Wat een gok? Kan je een gokje wagen? Ja, volgens mij wat kalkoentjes gewoon een grote vleesmaaltijd. En ook namens MVV TV fijne kerstdagen gewenst en een spetterend 2018, herken het. Ja, we hopen natuurlijk ook op een fantastisch tweede seizoen zelf. En dan wil ik jullie meteen bedanken voor het kijken en tot de volgende keer bij MVV TV.
Doei. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.